Een goede middag, burgemeester, de heer De Dekker. Hoe is het daar aan de kust bij jullie? Nu is het fantastisch weer, maar veel te weinig volk. Oei. Maar het zonnetje schijnt. Ja, een lekker zuidwestenwind. Dus alles is prima, maar volk tekort. Is het eigenlijk zo dat iedereen zo'n beetje wat jullie denken, dat jullie een voorbeeld zijn toch wel, denk ik, van stad, of van de grootstad dan toch, dat jullie de regels hebben uitgesproken, maar dat ze bij ons hier precies allemaal niet goed helpen, wanneer dat eigenlijk het moreel besef eigenlijk ontbreekt. Maar bij jullie is dat niet zo precies. Maar wat bedoel je, moreel besef om afstand te houden en om alles in orde te doen, of wat? Ja, inderdaad. Wat bedoel je? Ja, dat moreel besef is er wel, maar je mag niet vergeten, we zitten hier aan de kust. We hebben hier één economische sector, dat is het toerisme. En als je met Pasen het geld, economische toerisme geen geld kan verdienen, dan komt het zoutwater ons aan de lippen. Dus we komen uit een winter. Hè. Mensen, als ze naar de kust komen, dat is meestal als het goed weer is, als het de weekend is en als er veel volk is. Maar als je hier handel drijft, de handel duurt 12 maanden. Je huur moet je 12 maanden betalen. Laten we zeggen dat daarvan, als het goed gaat, zelfs 6 maanden lucratief zijn. Je hebt die 6 lucratieve maanden nodig om die 6 wintermaanden te overbruggen. Daarbij kwam nog dat het nogal een slechte, regenachtige winter was. Herinner je ook die 4 opeenvolgende zondagen met storm, dat men zelfs toen zei in het weerbericht om niet naar de kust te komen. Dat was al heel hard voor de kust. En dan hebben we Pasen, dat iedereen hoopt om te kunnen opendoen dat er wat geld in de portefeuille komt. En tot op vandaag is dat nog altijd niet open. Laten we toch zeggen dat veel van onze commerçanten, want dat noemt men zo in Vlaanderen, hier het water aan de lippen heeft. En dat dat wel een beetje op ons systeem werkt. Het tweede gedeelte is ook, wanneer komt er een einde aan? Er is geen uitzicht voor de horeca. Wij hebben nu zelf met de kustburgemeester samengezeten en gevraagd aan de Nationale Veiligheidsraad opdat de tweede verblijvers naar hier zouden kunnen komen al, of ook de daghistoristen vanaf 18 mei. Tot op heden blijft dat ook nog altijd speculeren, is er dan nog altijd geen vast antwoord op. En dat werkt wel op de zenuwen van onze mensen. En ik herhaal het nogmaals, wij hebben hier geen Volvo-fabrieken. Wij hebben niks anders van industrie, van de toeristische industrie. Wat mij opvalt, als we dan bijvoorbeeld kijken naar Nederland, hebben wij hier als politiekers het echt toch niet goed aan het doen. Er is geroezemoes over Wallonië, Brussel en Vlaanderen moet daar ook doen. En er zijn regeltjes. En uiteindelijk bewijst, ik neem maar een voorbeeld Nederland-Zweden, dat het wel anders kan, maar het is precies eigenlijk elk voor zich en opletten dat men geen gezicht verliest als men maatregelen neemt. Kan, is het, zo? Het is niet alleen elk voor zich, het is ook elkaar tegenspreken. Zelfs de virologen spreken elkaar tegen. Ik heb gans het verhaaltje meegemaakt van de mondmaskers. Ik heb zelfs de bewijzen in mijn handen dat die verbrand zijn. Van Hans Winkel heeft een voorraad van miljoenen maskers verbrand. Ik stel daar vragen over aan de minister, die zeggen niks. Dan komen onze virologen als een barans en zo zeggen, ja, mondmaskers zijn niet nodig. Dan blijkt dat ze dat verplicht gezegd opgelegd zijn door de politiek, omdat er geen meer voorraden waren. Als dit al die leugens kunnen passeren, dan verdwijnt het vertrouwen van de bevolking. Nu moet iedereen, vroeger kregen we een milieubox, straks krijgen we waarschijnlijk een naaidoos, iedereen om zijn eigen mondmasker te maken. En het is een heel groot amalgaam. Ik weet bijvoorbeeld uit goede bron voor het opengaan van de scholen, dat is een communautair akkoord, dat is geen onderwijsakkoord. In Wallonië had men gezegd, geen examens en geen scholen meer, en ook geen nieuwe leerstof meer. Voor mensen die zelfs thuis leren. Vlaanderen heeft gezegd, wij gaan zo vlug mogelijk de scholen open voor de kleintjes. Hè, want er zijn geen enkele gevallen, of quasi geen gevallen van de besmetting, en zeker niet van sterfgevallen bij kinderen onder de 12 jaar. Wij zouden dat kunnen open doen. En dan wordt er terug een compromis gemaakt, een ongeloofwaardig compromis, een schaap met 5 poten. Terwijl dan in Nederland zegt, of in Denemarken zegt, Zweden, Oostenrijk, kijk, of zelfs Duitsland, waar men ook een linder heeft. Duitsland is net een federaliseerd land zoals het onze, waar men beslist, waar men zegt, oké, de scholen ook. Maar hier is het een amalgaam. Er is ook een amalgaam aan maatregelen. Er wordt de Sinterklaaspolitiek gevoerd. Een hinderpremie in Vlaanderen van 4.000 euro.
De genderpremie in Wallonië van 5.000 euro. Het zijn toch de Vlamingen die het betalen. Water en elektriciteit is voor niks. Gisteren komt er iemand zeggen ouderschapsverlof. Dan komt Jan Bon op tv om te zeggen, ja, de belastingen voor onze sociale werkers voor de overuren zou moeten afgeschaft worden. Jan mag dat wel zeggen, maar Jan is van de Vlaamse regering. Dat is geen bevoegdheid van de Vlaamse regering. Dat is de bevoegdheid van de federale regering. En ga zo maar door, hè. Thank you.